Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Remco's Feest. En welkom bij een nieuwe video van Remco's Feest. We zijn weer bij de vakantie, nog een paar weken en dan is het alweer vakantie. Yes, ik heb er zin in, jongen. Ja, en dat is over een paar weken en dat is nu over 1, 2, 3. God. 1, 2, 3. Oh, verkeerde kant. 4, 5. Nog 5 weken. Dat gaat zo hard. We nog 5 weken naar school. Of, nou. Eigenlijk voor jullie misschien, als je in het noorden woont, of in het zuiden, of in het midden, dan. Voor het midden is het nog 3 weken. Volgens mij. En voor het zuiden is het nog 6 weken. Nee. Voor het. God, ik moet even nadenken. Voor het midden is het. 5 weken. Nee, 4 weken. En voor de. En voor de. Heet ook weer. God. Het zuiden 6 weken. Nee, 5. En voor ons 6 weken. Voor mij dan, hè. Welkom op deze nieuwe video van Remco's Feest. En welkom op deze video van Remco's Feest. We zijn er weer. Ik heb er weer zin. Ik heb er even wat limonade gepakt voor de. Voor de dorst. Maar welkom op mijn Twitterpagina. Over de game Remco's gaan we het over hebben. En dat de server weer open is. En dan gaan we het over hebben over deze ding die ik van Alex heb gekregen. Jullie kunnen niet mijn gezicht zien. Maar dit is een videokaart. Dit is een videokaart. En dan kan ik vertellen wat er is gebeurd met de videokaart. Ja, dit is de Game Drum Conserver. De Game Drum Conserver is geopend. Ik heb ook vastgemaakt een tweet gemaakt. Omdat het een server is voor iedereen kan joinen. En ja, het was ja. Dus de server is weer beschikbaar voor jullie. En vroeger was het nog niet beschikbaar omdat het een probleem was dat ik niet ga vertellen. Dat jullie vast in de video hebben gekeken van de. Heet ook weer. Het was eigenlijk een beetje een ander verhaal. Kijk het van Game of Dramco. Jullie weten wat ik bedoel. Wat er eigenlijk was. Het is eigenlijk een punt. Wat er eigenlijk is gebeurd. Nou, er is geloof ik iets gebeurd met de server. Alex had het niet helemaal goed beveiligd, de server, volgens mij. Als hij dat goed vertelde, ik weet niet meer. Maar die had de server niet heel goed beveiligd. En toen, geloof ik, was het toen dat iemand ging de server helemaal slopen. Ik bedoel niet Bo, sorry Bo als je dit kijkt, maar ik bedoel jou niet. Ik heb alles gezien wat er allemaal in de chat, ja, Alex heeft dat allemaal gezien, de afgelopen tijden in de chat stond. En wat er, ja, het is een beetje een lang verhaal, want we weten wie er daar is. We weten nu wie er daar is. Maar wie de server heeft uitgezet heeft, dat weten we nog niet. Daar moeten we nog achter komen. Dus eigenlijk is het een beetje. Ja, wie de dader was, sorry als je dit kijkt, maar we hebben het goed gezien. De Genebad, die hebben de server naar de spawn gesloopt. Ik vond het eigenlijk niet echt leuk. Ja, het is eigenlijk. Je hebt voor een dagban. Drie mensen. Eentje heeft voor 1 dag en de andere hadden 2 dagen. Dus dat is niet zoveel een ban. Dus ja, het is niet anders. Maar Bo, wat ik van jou heb gehoord eigenlijk. Dat jij eigenlijk. Ja, ik vertel het wel op Skype of zoiets. Oké. Okay. En over deze videokaart die ik heb gekregen van Alex. Alex, als je dit kijkt, mijn videokaart past er niet in. Ik heb geprobeerd om de kaart erin te krijgen,
Maar helaas paste hij niet. Hij paste niet met met die dingen tussen. Je weet wel, daar achterin, achter de computer. Die paste niet. Dus ja, dat is niet anders. Maar de server is open en het IP is play.gamedremco.xiz. Dus join even lekker de server. En ja, dit was een video. Een korte video dan normaal, maar dat is altijd bij de Remco Face. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Laat alsjeblieft een duim achter. Abonneer op dit kanaal. En tot de volgende keer bij deze nieuwe video van Remco's Feest. Doei. Doei, bedoel ik.